spelletje toch wel, wie van de drie of niet? Nou, hier zijn drie goden. En jij mag zeggen van welke de echte is. Of wie jij denkt. Dat, eventueel. Maar je moet eerst even een spot voor de boek doen, hè? Even zo van, nou, wie, Mohammed, Boeddha, of die. Nou, ik zeg Boeddha. And the Mac is back, no slack. On a DC track is jacked beyond comprehension. I believe that I failed to mention that there's a lack of recognition when it comes to this. Ja, kom maar. En kijk. Kijk, dus ik heb hier. Laat maar mij. Maakt niet uit. Kijk, ik heb hier drie goden. Ja? En jij moet zeggen welke de echte is. Het is heel eenvoudig. Kijk maar. De echte wat? Nou. Zo. Wie van de drie was de echte god? Je kent het spelletje toch wel, wie van de drie? Ja. Ja, precies. Geen van de drie. Nee? Nee, waarom niet? Op allemaal. Op alle drie of geen van de drie? Ja. Nou, waar ga je kiezen? Ja. Je kent ze niet, hè? Nee? Kun je het niet cryptisch omschrijven voor me? Nou, om kort samen te vatten, Boeddha zegt van eigenlijk er is geen God, ik ben zelf God en jij bent jouw God, je eigen God. En dus er is geen God buiten jou om en je moet in jezelf geloven, alleen maar in jezelf. Dat spreekt heel wel aan. Mohammed, die is de profetenboodschap van Allah geweest. En er is een engel geweest die heeft die boodschap letterlijk aan hem doorgegeven. Dat is in de Koran opgeschreven. Ja. En dat is dus islamitische geloof. Ja. Jezus was ook een soort van profeet. Ja, dat weet ik wel. Het Jodendom en de zoon van God. Hij kiest dan voor Boeddha. Hij kiest voor Boeddha, ja. En waarom? Nou, wat je zegt, je moet jezelf geloven. Hij is onbeleid. Ja, dat kun je niet aan. Maar hoe komen we er nou achter wie de echte is? Is er eentje niet echt dan? Zijn er twee niet echt? Nou, het is een spelletje, hè? Wie van de drie en één van de drie is. Oh, de rest is niet echt. Dus de rest is de... Ja, loos. En we willen er graag achter komen wie van de drie nou de echte is, want de ene gelooft dit en de ander gelooft dat. Precies. Maar we willen graag weten. Nee, moet je maar zo laten. Gewoon zo houden. Ja. Laat ze maar allemaal onbekend. Ja. Ja? Ja. Nou, dat is ook jammer. Ja. Nou, wie was de echte volgens u? Volgens mij de rechtse. De rechtse? Ja, waarom dan? Nou, dat denk ik. Dat is mijn eigen... Dat is uw eigen ook. Ja. En ik denk dat dat... Maar ze zeggen allemaal dat ze... Nou, dat geloof ik niet. Mohammed, dacht ik dat het een bokser was. Mohammed Ali. En Boeddha, die heeft te weinig aan sport gedaan. En Jezus, die was zo mager, die had het laatste velletje weg, zeggen wij nou eens. Ja. En die andere twee die hebben alleen maar gedaan wat die leven als kop in Frankrijk. Als u nou een van de drie een vraag zou mogen stellen over of zij de echte zijn of niet, wie zou u dan welke vraag stellen? Dan zou ik Boeddha vragen. Ja? En wat zou u hem vragen? Waarom hij denkt dat hij God is. Nou, maar dat zegt hij inderdaad. Hij zegt van... Ja, maar waarom? Dan moet hij mij kunnen vertellen waarom hij dat denkt. Wie van de drie, wie zou je nou wat willen vragen? Gewoon kies één waarvan je denkt van nou, als ik dan eens de kans zou krijgen om met één van de drie deze vraag voor te leggen, dan zou dat deze wel zijn. Wie lijkt jou dan de meest interessant? Ja, Boeddha lijkt me wel leuk om met de kletsen, zo'n gezellige dikte. Ja. Ja, nou goed, en wat zou je hem dan vragen? Wat hij het lekkerst eten vindt. Ja, ja, maar zou dat helpen om achteruit te komen of hij echt is? Ja. Nee. Maakt niks uit. 11 en 7. Nou, je moet vragen wat hij vindt van Mohammed en Boeddha. Nou, bijvoorbeeld, ja. Vind ik een hele goeie. Maar wij hoeven ze ook helemaal niet echt te zijn. Het zijn toch figuren met leuke verhalen erbij. Ja, ja. En dat is voldoende. Ja, en ze zijn alle drie waarschijnlijk even echt. Misschien stond er anders Hans en Grietje en de boze wolf en zo, dat zijn ook vragen. Nou ja, goed, als dat niet uitmaakt, dan weten we dus nooit wie dan inderdaad echt God is en hoe die is. En dat maakt ook niet uit, maakt ook niet uit hoe je hem noemt. Zo, nee, nee. Nee, ze zullen alle drie wel dezelfde vertegenwoordigen, alleen noemen ze allemaal anders. En alle drie dezelfde. Nou, wel echt leuk. Dat zal het goed, dan zijn we aan het eind van het spelletje gekomen en dan moeten we dus maar vragen, wil de echte God opstaan, hè? Ja. Oh. Dus weten jullie wie opgestaan is? Van de drie. Jezus is ja. Ja. Dus ja, dat is dan... Om erachter te komen wie nou de echte is, dan vraag je natuurlijk aan diegene, nou wil de echte God opstaan, hè? Ja, ja. Wie van de drie. Ja, natuurlijk. Dus wie van de drie is opgestaan? Oh, wie is opgestaan? Ja? Ja, Jezus is opgestaan, ja, toch? Precies. Nou, dat weet ik nog wel. Dus dat is dan echt. Kijk, dit zijn twee boekjes. Dit is een levensbeschrijving van Boeddha en dit is de levensbeschrijving van Mohammed. En er staat niet in, of zijn die ook opgestaan? Nou, dat is dus een schijn. 15 februari in het jaar 480 voor Christus is Boeddha overleden. En in het jaar 1898 hebben ze de urn gevonden met zijn stoffelijk overschot. Dus het is duidelijk dat hij gestorven is en dat hij nog steeds dood is. En Mohammed, in Medina werd hij ziek en stierf hij op maandag 8 juni in het jaar 632 en hij ligt nog steeds in zijn graf. En dat is met Jezus, die is gekruisigd en gestorven en begraven, maar hij is ook weer opgestaan. En wat willen daar mee? Dus eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk van wie van de drie is de echte. Nou, dit is volgens mij is het Jezus, want die is opgestaan. En Mohammed ligt nog in zijn graf en Boeddha ligt nog in zijn graf, dus dat kunnen nooit... Ja, maar wie zegt ook dat hij op moet staan om de echte te zijn? Nou, dat moet niet, maar dat gebeurt. Zo is het spel, hè? Oh, zo is het spel. Oké. 8 juni 632 is Mohammed overleden en hij ligt nog steeds in zijn graf. En dat is dus met Jezus niet zo, die is opgestaan. Ja, dus daarom moet hij de echte God zijn. Ja, ik geloof je. Ja, meen je dat? Ja, ik geloof je. Ja, dat is fantastisch. Ja, nou ja, te gek. Ja, ik heb een boekje van iemand gekregen. Ja? Ik kan in wou lezen over een of andere Japanse man die daar ook een video over heeft over God. Ik weet niet of je het kent, Zwart heet, de Bijbelse beginsel of zo. Nou, het zou goed kunnen hoor. Ik kwam er niet doorheen. Nee, ik kwam er niet doorheen. Dat is een beetje moeilijk hè? Dat is te moeilijk. Was het in het Japans of zo? Nee, maar dat ook niet meer. Nee, maar ik vind het fijn dat je mee weg hebt geweest. Nou, fantastisch. Bedankt voor je reactie. Bedankt. Hey,